Ja. Leuk gespeeld trouwens, gewoon, heb ik begrepen. Ondanks de blunder van vorige week, die terugspelbal, gaan ze hem gewoon erop stellen. Omdat ja, maar ze hadden hem ook natuurlijk helemaal geliquideerd als ze hem op basis van één zo'n persoonlijke fout uit het elftal zouden zetten. Dat kun je niet doen, want dan maak je een jongen kapot. Zeker als een jonge jongen. Zouden die Michailov er gewoon uit moeten schoppen? Hè? Die had die bal gewoon moeten pakken. Ja. Nou, daar zijn we het helemaal niet eens, maar laat hem maar even uitgaan. Ja, helemaal goed. Het belooft een leuk weekend te worden. Er is nog wat ophef. Feyenoord dacht dat ze met Castaños rond was, maar dat schijnt met een jeugdcontract te maken. Ik zal het niet de ruiters maken, want misschien kan Keita niet meer volgen. Maar hele slechte grap ook weer. Ik heb de indruk dat Kee langzamerhand naar Jack van Gelder begint te lachen. Kom op, jongens. Maar, wat vinden we ervan? Ja, ik heb hier nog een nieuwtje. Doe er maar mee. Nee, laat ik was er meer van bij AFC. Dit is wat te veel insight, heb ik de indruk. Nee,